Dat komt helaas door de meeste die ook van ons mensen. Er zijn veel meer boomplantages. Er zijn veel meer. Dus ook ooit als we de zonnepopulatie weer terug in de natuur te brengen. Nou, daarvoor doen we heel veel onderzoek en we werken ook samen met Wageningen Universiteit. En dat gaat dus allemaal over DNA. Dus we hebben onze dieren ook getraind om bloed af te nemen. En op die manier kunnen we dus heel goed de DNA bepalen. En kunnen we ook gezonde matches maken als we dus met deze dieren gaan fokken. Nou, hier in Blijdorp coördineren wij het Europese stamboek. Dus wij als Blijdorp coördineren dus alle Aziatische olifanten in alle dierentuinen. Dus wij zorgen voor een gezonde match tussen vader- en moederdieren om dus gezonde nakomelingen te krijgen. Omdat wij dat zo coördineren, we zijn dus heel erg aan het zoeken naar een gezonde populatie voor deze olifanten. Zoals jullie zien hebben we ook een aantal jonge dieren erbij lopen. Dus dat project dat gaat hartstikke goed om het zo maar te zeggen. Ook wij, het ziet dus nu 2 jaar oud. Want dat zijn dus onze 2 jonge mannetjes. En het zijn ook de enige 2 mannetjes die wij hier hebben in de diergaarde. Degene die helemaal rechts staat, dat is Faya. En Faya is de moeder van onze Maxi. En Faya is de dochter van Banka. En Banka staat daarnaast. Dus we hebben moeder, dochter en dan de 2 kleintjes. Dan gaan we nog een generatie terug. En dat is onze Irma. En Irma staat helemaal achteraan. En Irma is al 53 jaar oud. Zeker die hele oude. Dus we moeten ze even een beetje nat spuiten. En hopelijk dat ze een beetje doorkomen, dat ze dan lekker het water ingaan. Ja, en ook proberen we ze een beetje te paaien met wat appeltjes. Meestal lukt dat wel, maar ik ben in ieder geval blij dat al. Oh, my God.
看到没？他在那臭臭那只象，拉了好多。看到没？一头一头从他屁股里面掉出来。